Welkom bij De Wereldmorgen. In deze reeks onderzoeken wij de dreiging van extreem rechts. Dat institutioneel racisme, dat heb ik van in het begin meegemaakt. En het erge is dat ik nu merk, Lode, dat zoveel generaties verder mijn neefjes, nichtjes, hetzelfde meemaken. Dat vind ik afschuwelijk. In deze aflevering doe ik dat met Fatiha Tahmani. Fatiha, welkom. Dank u wel, Lode. Fatiha, jij bent actief bij het ACV, het Algemeen Christelijk Vakbond. Dat is geen kleine organisatie. Jullie hebben 1,6 miljoen leden. Kan je even specifieren in welke sectoren jij actief bent? Ja, ben actief in het ACV, bij de centrale ACV Puls. Dat is een van de organisaties die deel uitmaakt van het grote ACV. En ik ben 16 jaar lang actief geweest als vakbondsverantwoordelijke in de non-profit. Ik heb daar onder andere de sector mogen leiden van de kinderopvang, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg. Maar sinds de laatste 4 jaar, Lode, ben ik organizer voor ACV Puls en mag ik eigenlijk overal in alle sectoren onze delegees en militanten gaan ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld de retail, denk maar aan de mensen die werken voor de lijzen. Dat is ook de dienstensector, bijvoorbeeld personeel bij de luchthaven. Dat zijn plaatsen waar dat ik mag komen. Om dan met de deur in huis te vallen, extreem rechts op de werkvloer. Hoe ervaar jij met je werk, met je collega's en alle syndicale mensen, hoe ervaren jullie dat? Ja, het is een beetje zoals dat je daarnet gezegd hebt, Lode. Wij zijn een hele grote organisatie. We hebben meer dan 1,5 miljoen leden. Als extreem rechts opkomt en groter wordt, ja, dat is duidelijk dat wij ook een weerspiegeling zijn van de samenleving. Je komt racisme tegen op verschillende manieren op de werkvloer. Eén, als manier om uit te sluiten. Er zijn bepaalde bedrijven, organisaties die niet openstaan voor mensen van kleur. Er zijn organisaties die openstaan voor mensen van kleur, maar vooral als dat gaat om hele slechte, ongezonde werksituaties. Eigenlijk zoals dat altijd al geweest is, dat mensen van kleur heel vaak terechtkomen in jobs die de andere mensen niet willen doen. Dus dat zijn momenten waarop dat wij kijken naar hoe maken we de arbeidsmarkt toegankelijk voor iedereen. En als er een mix is, wat ook heel vaak is, want de werkvloer is ook een diversiteit waar dat je mee geconfronteerd wordt, hoe zorgen we ervoor dat we vooral aandacht hebben voor de zaken die gemeenschappelijk zijn, eerder dan dat we gaan focussen op de verschillen, zoals verschillen in taal, cultuur, wat doen we met de Ramadanmaand, hoe zorgen we ervoor dat geen spanningen gaat opleveren, maar dat we vooral mee gaan zoeken naar oplossingen. Dus wij komen racisme en uitsluiting in verschillende vormen tegen. Fatiha, jij werkt met mensen in sectoren waar veel onderbetaald, slecht betaald werk, slechte werkomstandigheden. Is dat een voedingsbodem voor extreem rechts? Ja, absoluut, Lode. Mensen die in slechte omstandigheden leven niet komen tot duidelijke antwoorden waarom is dat hier zo, ja, die zijn een vogel voor de kat, hè. Die gaan heel snel aangetrokken worden tot extreem rechtse gedachten, een zondebok zoeken voor uw problemen. Dat is veel eenvoudiger dan te gaan uitleggen wat is de tegenstelling tussen de baas die u zo behandelt en uw situatie. Het is gewoon gemakkelijker om te zeggen, ja, mijn situatie wordt veroorzaakt door een andere werknemer die even slecht of misschien zelfs slechter betaald wordt. Dus geen goede welvaart voor de mensen is een absolute voedingsbodem voor extreem rechts. Het zijn ook sectoren waar zeer veel vrouwenarbeid is, die dan ook al slecht betaald is. En bij die vrouwen heel veel gekleurde vrouwen. Maar ook veel nieuwkomers, om het zo te noemen, die dan omgekeerd die impact voelen van dat soort gedrag van
dat extreemrechts gedachtegoed. Hoe werken jullie daaraan? Als ik kijk naar de gezinszorg bijvoorbeeld, ik weet niet of dat u dat iets zegt, maar dat zijn medewerkers die in de woningen bij mensen thuis gaan helpen. Het zij huishoudelijke taken doen, gaan winkelen, verzorgende taken op zich nemen. En daar is vastgesteld een aantal jaar geleden dat er heel veel grensoverschrijdend gedrag aanwezig was op de werkvloer, dus in de woningen thuis bij de mensen. De sector heeft toen, zowel vakbonden als werkgevers, die zijn echt aan de slag gegaan met die resultaten, want ja, dat is absoluut niet oké. Grensoverschrijdend gedrag, dat gaat over veel zaken. Dat kan over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, maar ook agressie, ook racisme. En mensen die op de werkvloer komen en geconfronteerd worden met iemand die zegt, wat kom je hier doen in mijn woning? Zwarte mensen moeten hier niet komen. Dat is enorm agressief voor die collega's uiteraard. Dat is heel pijnlijk voor medewerkers om op die manier hun job te moeten doen. En dan heeft de sector eigenlijk beslist, we gaan een charter opmaken waarin dat we gedragscodes afspreken, dat iedereen het erover eens is, dat die en die en die gedragingen gewoon niet getolereerd worden. Je kunt zeggen, ja, dat is een documentje, wat zet je daar nu mee? Maar in de bewustmaking is dat wel heel belangrijk geweest, ook om in contacten met het cliënteel te gaan zeggen van, voilà, zo zien wij het werk, zo willen wij dat jij ons personeel behandelt. En dan zet je ook al een beetje de playing field klaar. En geeft je aan de cliënten aan dat racisme bijvoorbeeld not done is. En dat niet getolereerd wordt. Daarnaast wordt er ook nagedacht, ja, oké, hoe gaan we om? Welke nazorg geven we aan mensen die het slachtoffer zijn geweest van racisme? Als je dat niet hebt meegemaakt, Lode, dan is dat iets heel heftig. En dat is niet van, ah ja, nu kan ik even over naar mijn volgende cliënt en het werk doen. Je moet echt wel een klein beetje zorg krijgen om uw volgende taak te kunnen doen op een correcte manier. Fatia, ik ben zelf een witte middenklasser, opgegroeid late jaren 60, begin jaren 70, toen racisme en discriminatie zelf als termen onbekend waren. Ik heb die dingen leren kennen omdat ik zag rond mij wat er gebeurde, niet omdat ik dat zelf ondervond. Jij hebt natuurlijk een heel andere levenservaring. Ja, ik kom uit een arbeidersgezin. Ten eerste. En ten tweede, ik heb racisme heel vroeg ervaren, Lode. En misschien kon ik dat toen ook niet op die manier benoemen. Maar in de lagere school, waar dat ik school liep, had je A-klasse en B-klasse. En raad eens waar dat alle kindjes van kleur in zaten. De B-klasse. En op het einde van mijn lagere school moesten wij een keuze maken. Welke richting gaat je uit? En ik deed het niet slecht op school, hè. Echt niet. En de directeur had mijn vader aanbevolen om mij in te schrijven in de technische richting. Dat was beter voor mij. En ik had de chance, echt gewoon chance, dat er één leerkracht was, in tweede middelbaar, die zei van, denk niet dat je hier goed zit. Dus zo, dat institutioneel racisme, dat heb ik van in het begin meegemaakt. En het erge is dat ik nu merk, Lode, dat zoveel generaties verder mijn neefjes, nichtjes, hetzelfde meemaken. Dat vind ik afschuwelijk. Terwijl dat die directeur of zo, die op het einde van de lagere school, dat dikwijls vanuit zijn onbewuste vooroordelen goed bedoelde. Jij gaat meer kans maken op voilà. De arbeidsmarkt als je dat en dat gaat doen. En in het zesde middelbaar, dan hadden we een gesprek met, destijds heette dat PMS, nu is dat CLB. Ja, inderdaad, de PMS. En dan mochten we zeggen wat we graag wilden doen. En ik had gezegd, ja, ik wil mensen helpen en ik ben aan het nadenken om rechtenstudies te gaan doen. Oei, oei. En die vroeg mij letterlijk, is maatschappelijk assistent niet goed genoeg voor u? Ook daar, ik dacht, ja, oké, ik ga daar eens over nadenken. En met mijn lerares Engels gesproken. En die zei, maar wat, ja, probeer dat, je hebt toch niks te verliezen? Je doet dat redelijk goed, dat zou wel lukken.
Dus je werd systematisch in een richting geduwd. En wat ik heel vaak zie, is... Ja, er wordt niet gekeken naar je talenten, wat dat er potentieel in je zit. Dat is zo gewoon automatisch bijna, zonder erover na te denken, dat je in een richting geduwd wordt. Wat tot gevolg had dat de maatschappij heel veel potentieel onbenut liet. Ja, absoluut, absoluut. En dat je ook gewoon nu in heel veel functies mensen van kleur niet tegenkomt. Zoals? Ja, in heel veel leidinggevende functies, ja. In heel veel goed betalende functies. En dus, ja, dat systeem dat bevestigt dat, ja, sommige mensen goed genoeg zijn voor hele vuile, slechte jobs, wat dat witte mensen niet willen doen. En ook dat als je eruit wilt komen, dat je maar van jezelf, hè, je krijgt kansen genoeg. Maar er zijn zoveel hindernissen die systematisch op je pad worden gelegd, dat dat niet zo evident is. Dus ik ga ook altijd weigeren als ze mij zeggen van, Fatia, want jij bent toch een voorbeeldfunctie, kunnen wij dit. Zo'n excuusachtige, om te bevestigen dat als je wilt, dat het wel lukt. Want dan heb je het niet over al die systemen die maken dat dat kei moeilijk is. En dan leg je weer de verantwoordelijkheid bij het individu. En dat is absoluut niet oké. Albert Einstein, die zei ooit in de jaren 30, je kan extreemrechts niet aanpakken als je de werkloosheid niet aanpakt. Vandaag is werkloosheid één van de problemen. Je hebt vandaag ook mensen die wel werk hebben, maar het toch slecht hebben, die in onderbetaalde, onzekere jobs werken, die hun koopkracht niet alleen laag, maar nog zien verlagen, terwijl ondertussen de kloof tussen rijk en arm groter wordt. Zie jij ook die link tussen opkomst van extreem rechts en de toenemende sociale ongelijkheid? Kan je dat echt een relatie noemen die gelijk loopt? Albert Einstein had gelijk, hè, Lode. Had absoluut gelijk. Als wij als vakbonden niet de problemen van de mensen aanpakken en te beginnen met hun werksituatie, zo ook wat wij onze core business noemen, dat jobs degelijk betaald worden, dat er werkzekerheid is, dat er geen flut contracten zijn, dat vaste contracten zijn, als wij dat niet doen, ja, dan zijn we de voedingsbodems aan het creëren voor extreem rechts. En ik denk dat dat absoluut klopt. Zeker weten. Het Vlaams Belang, extreem rechts in Vlaanderen, meet zich de laatste jaren een sociaal imago toe. Hoe kijk jij daarop? Ja, die hebben een hele goede propagandamachine. Hè? En ze stellen zich voor als partij voor de kleine man, de kleine Vlaming. Maar eigenlijk, als je gaat kijken naar hun inhoud van hun programma, ja, dan zijn ze absoluut niet voor de kleine werknemer. Totaal niet. En als vakbonden is dat heel belangrijk, denk ik, om dat te situeren. Om daar een antwoord op te geven. Om het Vlaams Belang te ontmaskeren. En meer nog, ik zou dat niet alleen doen in de aanloop naar de verkiezingen. Dat moment is maar heel kort. Wat dat ik vraag heel vaak aan onze vakbond en de collega's op het terrein, dat is de actualiteit, de thema's waar dat we dagelijks mee bezig zijn, systematisch politiek kaderen. Als wij actie voeren voor vrije loonsonderhandelingen, dan moeten we politiek kaderen. Waarom kunnen we niet vrij onderhandelen voor meer loon? Wie beslist dat? Welke partijen staan daarachter? Welke partijen staan daar niet achter? En als we dat op die manier iedere keer zouden doen, dan hoeven we niet alle hands aan dek, 6 maanden voor de verkiezingen, even gaan politieke vorming geven. Dus ik vind dat heel belangrijk voor delegees ook, om hun dossiers waar dat ze mee bezig zijn, waarom beslist de lijst om alle winkels te verzelfstandigen? Is dat echt zo dat onze lonen te hoog zijn? Heb je de lonen van de retail gezien? Wat dat mensen moeten doen om rond te komen, terwijl dat de prijs van de winkelkar stijgt, komt jij niet toe met je loon van winkelpersoneel. De mensen die in de lijst werken, kunnen er zelf niet gaan boodschappen doen. Ja, ja, exact, exact. En dus, dat moeten we politiek kaderen. Dan moeten we ook aangeven van welke politieke partijen zijn vragende partij om die regelgeving te behouden.
En dan gaat je uitkomen op ja, ook Vlaams Belang. Die hebben zelfs op Europees niveau, daar waar dat, er redelijke eensgezindheid was over, dat is een goede zaak, als we een minimumloon zouden hebben in gans Europa, dan moeten we niet constant met elkaar concurreren. Vonden wij als vakbond heel belangrijk om aan onze mensen, onze leden, onze delegees uit te leggen dat Vlaams Belang heeft tegengestemd. Je haalt dus inderdaad de sociale problematiek aan als voedingsbodem voor extreem rechts. Mij lijkt dit dus een perfect argument voor te zeggen, deze strijd is absoluut een strijd die de vakbonden zelf moeten voeren. Ja, zeker weten. En we hebben ook binnen de vakbonden en ook met de professionals hebben we soms hele boeiende discussies van in welke mate moeten wij aan politiek doen? Hè? Moeten wij gaan uitleggen wat dat partijen, wat hun programma's zijn. Nu met de verkiezingen gaan we natuurlijk heel veel training en vorming geven. Mensen van onze vormingsdienst zijn bezig met trainingen geven over democratie, trainingen geven over partijpuzzels, om de discussie echt op de werkvloer te gaan voeren met hun collega's over partijen en dat ze twee keer nadenken wanneer dat ze hun stem gaan uitbrengen. Dus wij zijn daar absoluut mee bezig, maar tegelijkertijd hoort je ook collega's hier en daar zeggen van ja, moeten we daar eigenlijk wel mee bezig zijn? Is onze core business niet ja, cao-onderhandelingen doen, onderhandelen met de werkgevers? En op zich is dat denk ik wel goed dat die vragen naar boven kunnen komen om daar ook een gesprek over te hebben met de collega's en duidelijk te maken dat ja, aan politiek doen, dat iets heel logisch en normaal is voor de vakbonden. Dus als ik hoor wat jullie doen, ook op zo'n recht politiek vlak, verklaart dat niet ook waarom extreem rechts zo gebeten is op de vakbonden? Ja, het Vlaams Belang wil liever af van de vakbonden. Hè. Zoveel is duidelijk. En dat is iets wat wij ook aan onze delegees, onze militanten, uitleggen in trainingen. Er zijn nog wel wat partijen die niet echt staan te springen voor een sterke vakbond te hebben in België. Maar het Vlaams Belang zeker niet. Hè. Die willen liefst van al dat ze niet te maken hebben met vakbonden. Die willen liefst van al dat werkgevers hun ding kunnen doen zonder enige tegenstand. Maar ook hier, we trekken dat altijd ruimer. We leggen zeker uit in het kader van politieke verkiezingen wat de partijvisie is van Vlaams Belang op de vakbonden, enerzijds. Maar anderzijds, we hebben de afgelopen maanden heel hard gereageerd tegen initiatieven van Quickenborne over het recht om te protesteren. Ook dat was een stukje politieke vorming die we aan onze mensen geven. Ja, want het is ook belangrijk om erop te wijzen dat Vlaams Belang wil eigenlijk af van vakbonden, helemaal. Maar dat er ook bij andere partijen ideeën lopen die bijvoorbeeld zeggen vakbonden, ja, dat is dienstverlening, dat is eventueel wat sociale actie, maar zaken zoals de strijd tegen extreem rechts, dat zijn, om het opnieuw te zeggen, uw zaken niet. Zo zijn er ook. Ja, en allez, in dat opzicht is dat een mooi voorbeeld van verrechtsing. Dat is een heel moeilijk woord om uit te leggen, maar als je uitlegt van ja, rechtse ideeën worden zo aanvaard en dat begint de norm te worden, dat andere partijen die klassiek genomen misschien progressief zouden zijn, dat die ook beginnen op te schuiven en standpunten beginnen in te nemen die eigenlijk het Vlaams Belang had oorspronkelijk als enige ingenomen. Dat is een hele gevaarlijke trend. En dat is iets waar dat we ons heel bewust van moeten zijn, dat de verrechtsing juist dat is. Dat is niet alleen een strijd tegen die extreme partijen, dat is heel belangrijk, maar ook hoe dat zij anderen beïnvloeden en meesleuren naar die rechtse kant, die ofwel vakbonden niet wil hebben, ofwel vakbonden wil bezighouden met een aantal dienstverlenende taken, maar zeker niet sociale strijd, sociale acties die regelgeving wil opschuiven naar meer betere regelgeving voor de burgers.
Want het is daar dat dat meestal wringt. Sociale acties die bijvoorbeeld geen hinder mogen veroorzaken, want zo denken sommige partijen. De vakbonden mogen er wel zijn, ze, maar dat mag niet te veel hinder zijn. Economische schade, dat was de reden waarom dat de Leijzen naar de rechtbank gestapt is, omdat die vonden... Korte dingen. We komen niet aan het stakingsrecht... Maar je mocht wel geen piket staan en je mocht wel niks tegenhouden en we mogen geen economische schade leiden. Ja, dat is absurd. Hè. Dat is belachelijk. Nu, die strijd tegen extreem rechts, daar hebben de vakbonden uiteraard een zeer belangrijke taak in. Maar niet alleen zij. Wat moet er volgens jou nog meer gebeuren? Dat is de vraag van 1 miljoen. Of van 1,6 miljoen? Ja, wel, voilà. Ik denk dat de vakbonden sowieso meer kunnen doen en ze zijn goed bezig, maar we kunnen echt wel intensiever gaan samenwerken. Dus echt samenwerken. Over de verschillende sociale organisaties, sociale bewegingen, samenwerken. Dat, denk ik, is een absoluut belangrijke. Tweede belangrijk element vind ik het werken aan, hoe moet ik dat zeggen... extreem rechts niet meer normaliseren. Dat heeft te maken met taalgebruik, dat heeft te maken met hoe wordt er over het Vlaams Belang gesproken, ook in de media. Hè. In Vlaanderen doen we alsof dat een normale partij is en worden ze uitgenodigd als een normale partij. Ik denk dat we echt terug moeten gaan naar daar bij de bevolking een zekere aversie rond creëren, want dat is geen normale partij. Dus ik denk dat dat elementen zijn. En het onderwijs is iets wat dat heel belangrijk is, waar dat we ook als vakbond een rol in kunnen spelen, uiteraard. Zodat zouden doen, Lode. Fatia, een partij die eigenlijk af wil van de vakbonden, maar laat ons niet vergeten, er zijn er ook, die zeggen vakbonden die moeten alleen maar dienstverlening, sociale actie doen. Wat denk je daar zelf van? Ik vind dat flauwekul, hè, Lode. Een vakbond moet zich bezighouden met de mensen... En de ene dag is dat natuurlijk dienstverlening geven. Aan de andere kant is een vakbond ook een organisatie die beweging moet maken, die mensen moet organiseren, die strijd moet voeren, die moet gaan voor een betere wereld. En dus de verantwoordelijkheid van de vakbond is heel breed. En wij doen dat ook wel. Ik ben daar best wel fier op dat we ons actief opstellen, dat we een dienstverlening op poten zetten om mensen te helpen bij hun individuele problemen. Dat doen we, maar we organiseren ook de werknemers en we organiseren ons ook in de samenleving. Of dat dan nu de strijd tegen racisme is, voor vrede, tegen de oorlog in Palestina bijvoorbeeld. Dat is een hele brede rol die we als vakbond moeten opnemen en ik ben blij dat we dat doen. Dus dat betekent dat je taak als vakbond, heel belangrijk, ook breder zien, namelijk samenwerking met andere organisaties, met andere mensen in de maatschappij. Ja, absoluut. En ik denk dat we dat eigenlijk nog meer moeten doen. Als we het hebben over wat kan de vakbond doen in de strijd tegen extreem rechts. En we zeggen, de lage lonen en zo, dat is absoluut niet oké. Dat is goed dat we dat oppakken. Maar ik denk dat we dat nog beter kunnen doen door bijvoorbeeld met armoedeorganisaties samen te werken. En ook mensen zonder inkomen, vandaar een gezamenlijke strijd op poten te zetten. Een heel mooi voorbeeld van een mooie samenwerking is... tegen de wet van Quickenborne destijds, dat we samengewerkt hebben met mensenrechtenorganisaties, met klimaatactivisten, die heel goed beseften van... shit, als die wet erdoor komt, dan worden onze mogelijkheden op actie voeren echt wel beknot. En dat kunnen we gezamenlijk niet tolereren. En dat heeft ook geleid tot een heel mooi succes. Wat jij zegt is eigenlijk dat de strijd voor het klimaat, de strijd voor vrede in de wereld en... de sociale strijd, dat eigenlijk onderdelen zijn van een groter geheel. Ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat heel veel sociale organisaties, het intersectioneel denken noemen ze dat dan, hè, over de verschillende sectoren heen, over de verschillende thema's heen, je kunt... armoede niet loszien van migratie, je kunt dat niet loszien van klimaat, je kunt dat niet loszien van de arbeidsmarkt. Dus die zijn absoluut met elkaar verbonden. En je hebt partijen die dat niet graag zien, dat mensen samenwerken. Hè. Die willen vooral de concurrentie organiseren. Die doen dat heel bewust.
Verdelen. Verdeel en heers. En daarom denk ik, is dat we moeten daar onze kracht in zien. Dus we moeten echt wel die verbanden met elkaar maken, elkaar versterken en samen vechten. Nu, samen strijd voeren. Jij bent zelf dochter van een Limburgse mijnwerker. De strijd in de mijnen, bij de mijnsluiting in Delkemeer, was een strijd waar iedereen samenwerkte. Is dat niet iets waar we dus inderdaad moeten naar trachten van terug alles samen te doen? Mensen te zeggen, wij hebben gemeenschappelijke dingen te verdedigen. Ja, ik ben een hele nuchtere iemand. Ik ben niet zo super romantisch. Dat mag soms ook, hè. Dat kan, hè. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, hè. Dus ik heb de mijnstaking heel, heel bewust meegemaakt. De reden waarom dat er ook heel veel eenheid was, dat had ook te maken met de materiële omstandigheden, hè. In de put ziet iedereen zwart, hè. Ja. Dus als iedereen in hetzelfde bootje. Je ziet ook allemaal zwart als je uit de put komt. Uit stof komt, ja. Voilà, dus dat was zeker zo. De situatie van de mijnsluiting, ja, dat ging over duizenden mensen. Mensen die allemaal hun inkomen haalden uit de job van mijnwerker. Dus daar was de eenheid ook heel snel te maken. Nu zit je met werksituaties waar dat die eenheid... Soms is dat een beetje zoeken. Niet veel, hoor. Je vindt heel snel de eenheid tussen de werknemers als je de juiste tegenstellingen maakt, natuurlijk. Hè. Als je constant naar elkaar zit te kijken en niet naar boven, bijvoorbeeld. Ja, dan gaat je soms een beetje tijd en energie moeten steken in die eenheid zoeken. Dus dat was toen met de mijnsluiting veel gemakkelijker. Wat misschien ook makkelijker was, Lode, dat was dat in de jaren 80 we nog niet echt doordrongen waren door het neoliberalisme en het toen individualisme. Begon het pas, hè? Toen begon dat pas. Dus je had ook een zekere fierheid. Mijnwerkers, vier arbeiders. De opkomst van de juppies en de merkenkledij maakte wel dat je wat onderscheid begon te zien tussen degene die het niet financieel breed heeft en degene die zich wel een dure jeansbroek kon permitteren. Maar wij voelden ons niet minder waardig. Nu, als je dat allemaal samenvat wat wij besproken hebben, jullie zitten niet stil, jullie zijn daaraan bezig. Kan jij ons eens even zeggen, wat doen jullie concreet met de vakbond? Wat voor acties voor jullie? Zijn dat lezingen, zijn dat voorstellingen? Wat doen jullie? Heel veel. Hè. We geven training in de eerste plaats naar onze mensen, delegees, die de gesprekken op de werkvloer met hun collega's willen voeren natuurlijk, rond extreemrechts, rond democratie bijvoorbeeld, dat is één. Twee is, wij zijn actief op verschillende thema's, ook de 8 mei-coalitie. Dat is een hele brede coalitie die wil maken dat 8 mei opnieuw een feestdag wordt. Een feestdag omdat dat de dag is waarop dat we het fascisme overwonnen hebben. He, dus dat is ook een hele belangrijke politieke boodschap die dat je geeft. En ook dat gaat heel gepaard met heel veel activiteiten, met heel veel informatie- en sensibiliseringscampagnes. Drie, denk ik, gewoon mee de problemen van de mensen oppakken. In de dagelijkse praktijk. En dat vind ik nog altijd een hele belangrijke. Dat we die voedingsbodems waar dat we het daarnet over hadden, dat we dat zoveel mogelijk wegpakken bij het Vlaams Belang. Dat vind ik een hele belangrijke in onze dagelijkse praktijk. En dan alle vormingen rond partijpuzzels en dergelijke. Dat zijn initiatieven waar ik heel, heel blij mee ben. Dus in ieder geval, jij en je collega's doet dat omdat je daarin gelooft dat dat kan werken. Mag ik zeggen dat jij hoopvol bent? Ja, ik ben zeker hoopvol, omdat ik ook wel merk dat de elementen die meespelen bij het Vlaams Belang, waarom dat zij in die periode gegroeid zijn, ja, dat zijn elementen die ook in de andere richting kunnen gebruikt worden. En we hebben die macht, we hebben het draagvlak bij het publiek. Hè. Er zijn studies over geweest dat het vertrouwen in vakbonden heel groot is.
gaan misschien mensen hebben die niet gaan blij zijn als ze geconfronteerd worden met stakingen in het openbaar vervoer. Ik kan dat ergens wel snappen. Lees dan artikels in de Wereld Morgen om te snappen waarover dat gaat. Dat kan altijd helpen, maar er is vertrouwen in vakbonden. Heel veel mensen vinden dat nog altijd iets positiefs. Zelfs wanneer ik merk dat er geprobeerd wordt om vakbonden klein te maken, dat we daar toch nog altijd staan, dat geeft mij eigenlijk wel hoop. Want ik denk heel vaak, als die mensen die de macht hebben moeten grijpen naar instrumenten om ons klein te maken, ja, dat is dan een teken dat die eigenlijk wel schrik hebben van ons. Fatia, ik moet je hartelijk danken voor deze bijdrage. Wij zijn De Wereld Morgen, een kritisch, niet-commercieel, onafhankelijk medium. Wij maken deze programma's dankzij uw steun. Die steun is altijd welkom bij dewereldmorgen.be/steunen.